een dag, hè? Heerlijk. Het is heerlijk. Dus het was subtiel opgelost met zo'n zwart doek erop. Netjes, hè? Alexander Zodijk, goedemiddag. We zijn... Ja, het is een goedemiddag. Hartelijk welkom bij ons bedrijf. Ja, nou ja, leuk om eens even te komen kijken. Ik ben hier al een tijdje niet geweest. De Oostperkweg. Ik fiets wel eens langs, maar er is hier van alles gebouwd. Er is hier wel wat veranderd als je hier al een tijdje niet meer geweest. Vaassen Vermont, het is een bekende naam. Maar het is eigenlijk vooral een bekende naam, nou wel in heel Zeeland. Maar jullie staan er ook wel bekend, jullie zijn van oorsprong een goesbedrijf. Ja. Of in ieder geval de Beverlanden, waar zitten jullie precies? We zitten in Goes inderdaad, dus Zuid-Beverland. En Goes in het centrum, aan de Franse Hollanderlaan. Daar zitten we al best wel een tijdje. Zitten we ook goed. Alleen omdat we ook al jaren betrokken zijn bij mortieren hier in Middelburg. Was uitbreiding hier ook wel wenselijk, zodat we hier de markt ook goed konden bedienen. We hebben ook een heel breed aanbod van diensten, dus ja, daar willen we graag ook Bogeren natuurlijk ook van laten profiteren. Dus van... Ja, en daar bouw je dan meteen, want het is redelijk fors gebouw. En wat hoeveel mensen hebben jullie in dienst in totaal? We hebben 15 mensen in dienst. En hier in Middelburg is het zo dat we dit gebouw opgedeeld hebben in 4 units. 4 kantoren, waarbij ik je zo meteen ga laten zien hoe deze eruit ziet, waar wij dus gevestigd zitten. En de andere 3 die worden verhuurd. En word jij dan de man die Walcheren of Middelburg onderzoeker krijgt? Of? Ik zal hier veel te zien zijn. We doen het natuurlijk altijd met een team. Maar ik zal hier inderdaad regelmatig te vinden zijn. Het is natuurlijk echt totale nieuwbouw. Dus het is vooral strak en mooi. Maar niet heel spannend als het gaat om verhalen. Of heb je er wel een speciaal verhaal bij? Nou ja, op zich het is inderdaad allemaal fonkelnieuw. Dat zie je ook. Dus we kunnen hier mensen met... goede materialen ontvangen en comfortabel, dat is natuurlijk ook wel prettig. Ja, maar jullie zijn echt deze week, hoeveelste werkdag is het op deze locatie? Dit is voor mij de tweede keer van de week dat ik er ben. Ja, ja. We zijn afgelopen dinsdag echt officieel open gegaan voor het eerst. Dus het voelt een beetje als dat je voor het eerst naar je werk gaat. En dat is de tweede spreekkamer inderdaad. Daar hangt wel iets wat voor veel Middelburgers natuurlijk bekend is aan de muur. Ja, dat is de meest gefotografeerde brug van de stad, denk ik. Dat is natuurlijk ook wel terecht, want ja, als er nou iets een fraaie brug is, dan is dit het wel. Er liggen soms wel even wat spulletjes. Want kijk, daar staan we joken. Ja. Het is het echte strook nieuwbouw tussen twee oude werelden eigenlijk. Klopt. Maar ja. Dat hele gebied, daar zijn allerlei ontwikkelingen. Hè? Want de gemeente heeft het ook wel eens gepresenteerd als de nieuwe poort van de stad. Ja. Nou, ik denk, het is maar net van welke kant je komt natuurlijk, maar... Eens, daar heb je natuurlijk mooie ambitieuze plannen mee. En ook met name om het aangezicht een stuk aantrekkelijker te maken. Daar ook nieuwe panden tussen te plaatsen. Om het ook voor bedrijven aantrekkelijk te maken zich hier te vestigen in Middelburg. Ja, want als je zei, je noemde net de mortieren, maar het had dus ook kunnen zijn dat je had gedacht van daar gaan we op de Zep of in de buurt van de mortieren zetten. Daar is natuurlijk ook nog best wel wat plek, maar... Ja, nee, dit is logistiek gezien een goede keuze. Het zit natuurlijk toch dicht bij de stad. Net erbuiten, dus het is een goede aanrijroute vanaf de A58. En ja, als we de fiets pakken, dan zitten we natuurlijk gewoon binnen enkele meters zit je in het bruisende hart van de stad. Ja, ja, en je bent inderdaad ook zo weer goed natuurlijk bij... Dit was voor ons een hele logische keuze om ons hier te vestigen. Ja. Ja. Het is één unit die nog te huur is. Ja, feitelijk zijn ze gespiegeld. Dus boven en beneden zijn ze hetzelfde. We hebben in totaal dus 4 units waar wij er dus van 1 gebruik maken. En deze die zijn nog beschikbaar voor huur. Oké. Meer informatie op de website. Ook hier kijk je dus op een oud stukje. Ja, dit is natuurlijk wel een heel mooi verre gezicht, hè? Zo richting de stad. Ja, kijk, voor jullie is het natuurlijk een beetje contrast, dus ik snap dat zwarte doek ook wel. Maar toch vind ik het wel grappig om zo te zien. Ja. En het is echt een beetje dan de Oostkerkkrachten. Een fusion van oud en nieuw. Mensen die het huren, die hebben gewoon hun eigen sleutels en dingen, die kunnen er gewoon... Natuurlijk, ja hoor, die kunnen overal kan over meegedacht worden, hè. Dus wat dat betreft... En voldoende parkeerplek is er ook. Ja. Dat delen jullie dan wel met de buren hiernaast, denk ik, of niet? Dat wordt inderdaad gedeeld, ja. Maar Joke, nu ben je niet meer aan het bellen, dus ja. Maar ik zie jou vaak op Facebook voorbij komen, reacties en dat soort dingen. Maar jij bent een Middelburgse dame, toch? Ik ben een Middelburgse, ja. Dus voor mij is het thuiswedstrijd bijna, want ik word hier ook nog heel dichtbij. Dus, woon je in deze hoek? Ja, Vierse Singel. Oh, dat is fantastisch. Ja. Maar jij werkte dus hiervoor ook altijd gewoon in het kantoor in Goes? Ja, klopt. Dus jij was reuze blij dat ze hier een kantoor gingen bouwen? Ik zou bijna zeggen, van daarom heb ik gesolliciteerd vorig jaar, maar dat is niet waar. Oh, maar je werkt hier nog maar een jaar? Ik werk hier een jaar, ja, klopt. Dus jij bent onderdeel van de groei van Vaassen Vermont? Ja. Ja, nou, dat is goed om. Ja. En bevalt het hier een beetje? Ja, bevalt uitstekend. Ja. Ja. En zeker nu hier, inderdaad. Nou ja, mooi. Ja. Nou, een blij ei. Ja. En nou, dankjewel. Komen hier op de langere termijn nog wel meer mensen te werken, denk je? Of, Het zou in eerste instantie denk ik een kantoor zijn waar we met z'n tweeën ook actief zijn.
We hebben 4 werkplekken, dus dat kan makkelijk opgeschaald worden mocht dat nodig zijn. En we willen Middelburg in ieder geval graag kennis laten maken met onze dienstverlening. En vandaar ook dat ze van harte welkom zijn bij Fase Vermont, de vastgoedrealisten. Nou, duidelijk verhaal. Leuk om even kennis te maken. We weten nu waar we zitten en ik wens jou ook een goed weekend. Dankjewel, goed weekend.